Ik kreeg een request of ik mijn Primark aankoopjes wilde showen. En dat wil ik wel, dus dat ga ik nu even doen. Nou, ten eerste heb ik echt een paar hele schattige slofjes gekocht. Ze zijn grijs met roze stipjes en een, ja, een soort pluche binnenkant met een strikje erop. Echt, ze lopen heerlijk en zijn lekker warm. En nou, ze waren maar 2 euro, dus waarom niet? Dus deze heb ik gekocht. Ook heb ik een nieuwe portemonnee gekocht. Nou, eigenlijk kun je dit ook gewoon als clutch dragen. Want als je ziet hoe groot die zeg maar gewoon bij de rest van mijn lichaam is, dan kun je best dit ook als clutch gebruiken. Mijn telefoon past er ook in. Dus ook, nou ja, naast dat ik hem als portemonnee gebruik, kun je hem dus ook als clutch gebruiken. Dus die heb ik gekocht. Ook heb ik een tasje gekocht. Zo'n beetje een vintage ouderwets tasje. Die kun je gewoon zo, zo dragen. En dan heb je hem hier op je heup hangen. Dus die heb ik. Deze was 4 euro. En de portemonnee was ook 4 euro, geloof ik. Verder heb ik dan nog een knalblauwe maillot gekocht. Ja, het model zie je nu niet. Maar het is gewoon een donker felblauwe maillot. Ik dacht wel leuk om een keer te proberen in de winter of zo. Dan heb ik nog 2 vesten gekocht. Ik zal hem even op een hangertje hangen, dan kun je hem beter zien. Het is eigenlijk een boyfriend cardigan. Met zilveren knoopjes. En ook zakjes. Ik heb hierboven ook een... Als je op de site kijkt, staat hierboven een outfit of the day. Dus dan kun je het vest eigenlijk beter zien. Maar ditzelfde vest heb ik in het grijs. Een grijze kleur. Dus met zakjes. En knoopjes. Dus dat heb ik ook gekocht. En het laatste ding is dit jurkje wat ik nu aan heb. Met zakjes en gewoon een... Nals. En er zit ook wel een rits op de achterkant. Oh, je ziet nou een touwtje. Maar er zit dus ook een rits op de achterkant. En dat was het volgens mij wel. Ja, andere meiden hadden echt heel veel. Sommigen hadden echt 3 paar schoenen en een jurkje en een tas. En echt heel veel. Maar dit had ik en ik vond het ook al leuk en genoeg eigenlijk ook. Ik was volgens mij iets van 38 euro kwijt. In ieder geval onder de 40 euro. Nou, dat vind ik toch echt best wel netjes voor 2 vesten, een jurkje, een portemonnee, een tasje, slofjes. Ik denk dat je het niet zo goedkoop bij de H&M vindt eigenlijk. En dat is echt best wel... Ik heb het al een keer gewassen en de kwaliteit blijft gewoon goed tot nu toe. Nou ja, dus als je een keer naar Primark gaat, het is echt wel de moeite waard. Want ik moest er ook 3 uur voor reizen, maar ik zou er nog wel een keer heen gaan. En nou ja... Al ben je daar binnen een paar uurtjes vertrokken. Er zit ook daar vlakbij in de buurt. Het zit bij Rotterdam Alexandrium. Of Alexander, wat is het eigenlijk? Alexander volgens mij. En daar is dus een winkelcentrum bij in de buurt. En het zit eigenlijk vlakbij dat winkelcentrum. Dus je kunt heel leuk ook nog shoppen in dat winkelcentrum. Je hoeft niet eens naar Rotterdam Centrum. Je hebt daar ook een Zara en een Wee en een Douglas. Het is best wel groot daar. Dus ook daar kun je een paar uurtjes aan vastknopen als je bij de Primark bent geweest. En nou, dit waren mijn aankopen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.